Deze dagen werd de korenmolen Nooit Gedacht bij Warnsveld in Gelderland na grondige restauratie weer in gebruik genomen. Tot de herstelwerkzaamheden behoorde onder andere het aanbrengen van remkleppen op twee van de wieken. Deze vervangen de zeilen, waardoor de molen veel regelmatiger gaat lopen. Uit het hele land waren belangstellenden naar Warnsveld gekomen om te zien hoe de burgemeester de molenaar een handje hielp bij het losgooien van de vang. Daarmee werd de prachtige rieten achtkanter uit 1869 weer in bedrijf gesteld. Tijdens de restauratie herstelde men ook de gaande werken. Dat wil zeggen het stelsel van assen en tandwielen dat de draaiende beweging van de wieken overbrengt op de molenstenen die het graan vermalen. Mede dankzij de vereniging de Hollandse Molen kon ook deze stellingmolen Nooit Gedacht behouden blijven.